Iwan Marengo heeft gisteren ter afronding van zijn masteropleiding zijn thesis verdedigd. De titel van zijn thesis is Brandweeronderwijs moet verbeteren. Hoe hoort de inrichting van de module levensreddende handelingen te zijn ter activering en bevordering van het zelfstandig leren binnen de elementaire brandweeropleiding? Marengo gaf aan dat de manier waarop de brandweer haar onderwijs verzorgt niet altijd bij de tijd is. Dat is te merken aan de antwoorden van de respondenten. De conclusie die Marengo trekt is dat het per vakonderdeel verschilt en dat er verbetering kan plaatsvinden. Als we kijken naar ontwerp eis. Ontwerp eis 2. Dan biedt de opzet het gebruik van activerende didactieke ruimte voor differentiatie. Ontwerp eis 3 geeft dan ook aan dat de leerstof betekenisvol en uitsluitend aansluit bij de praktijk. Dus het geeft dan meer body aan het geheel wat je doet. Ontwerp eis 4 besteedt aandacht aan het ontwikkelen van de competenties, de kennis, de houding en de vaardigheden. Ontwerp eis 5 aandacht aan ervaringsleren. En als u weer teruggaat naar mijn concept. Conceptueel model, dan ziet u dan weer raakwerk daar met kolop. En ontwerp E6 besteedt meer aandacht aan de leerkracht en de instructievaardigheden van de instructeurs. Marengo heeft als aanbeveling meegegeven dat bij het opstellen van een module het belangrijk is dat de teambuilding bevorderd wordt. Verder moeten de cursisten ook de denkvaardigheid bijgebracht worden, gaf Marengo mee. Het viel ons echt op dat als wij iets hadden voorgedaan en we ze de gelegenheid hadden gegeven om te oefenen, ze niet voor zichzelf een stukje verder konden ingaan op de lessen, om het zo te zeggen. Als je dan een moeilijkheidsgraad erin zou bouwen, dan kijkt men al naar jou voor hulp. Terwijl je eigenlijk ze wil prikkelen om verder te denken, wat zou er kunnen gebeuren als je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, reanimatie toepast en de persoon begint weer te ademen. Ja toch? Zou je dan die masker bijvoorbeeld weghalen, want de persoon die masker kan hinderlijk zijn, of zou je het laten? Marengo verdedigde zijn thesis met succes en kreeg de titel van Master in Education.